Staatssecretaris Henk Bleker reisde deze week af naar Zeeland om het kabinetsbesluit over natuurherstel in de Westerschelde toe te lichten. Onze regering heeft naar mijn vaste overtuiging afgelopen vrijdag een hele grote stap gezet. De kern van het besluit is het in fase herstellen van de natuur in de Westerschelde, zowel binnendijks als buitendijks. En in de tweede plaats gaan we een polder die al bestemd was voor natuur in de buurt van Vlissingen, die gaan we wel onder water zetten. Maar dat is een veel kleiner oppervlakte dan de Hedwigepolder. Dat was 300 hectare uitstekende landbouwgrond. Nu gaat het om ongeveer 150 hectare die we onder water moeten zetten. Dus dat is een goede stap. Het ontpolderen van de Hedwigpolder is hierdoor niet meer nodig. We staan voor de platen van Ossenisse. U ziet het hier ook. Met eb en vloed. Het is nu laag water. Hoog water, dan worden die platen grotendeels staan ze onder water. En juist die eb en vloedbeweging op dit soort platen, dat geeft hele bijzondere kwaliteiten. En wij willen dus het oppervlakte van dit type platen zien te vergroten. Bleker kreeg kritiek van de Vlaamse bestuurders dat hij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Voor Nederland is het haalbaar. Wij kunnen het uitvoeren, wij kunnen het betalen. En voor de Belgen, daar zullen we goed overleg mee voeren. Want wij doen als het ware nu iets anders dan we 6 jaar geleden bedacht hadden. Maar het heeft wel dezelfde natuurwaarde uiteindelijk. Dus we zijn heel in de goede richting uit. De haven is in zicht. De veilige haven is in zicht. Maar we moeten nog wel even wat laveren, wat loodsen om er uiteindelijk aan te kunnen landen. Het natuurherstel is nodig omdat de Vaargeul in de Westerschelde is verdiept, zodat ook grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken. Ja.